Hoe vind jij dat de zorg geregeld is in Nederland? Ja, vind ik heel goed geregeld. Ja, zeker. Want? Nou, je kunt gewoon altijd bij een dokter of een arts terecht, ook als je gewoon zonder werk zit of weinig inkomen hebt. In Nederland heeft iedereen een mooi gebit, klaar. Vanaf mensen vanaf 40 en jong hebben allemaal prachtig gebit. Hoe komt dat? Goede tandzorg, schooltandarts, verzekering, ziekenfonds. We worden gebeugeld bij ons negende, alles wordt weggezet, netjes klaar. Ga je naar het buitenland, dan zie je nog echt gebitten. Rotte tanden, tanden eruit, whatever. En dat valt echt op en dan denk ik van dat is mooi. Daar is Nederland altijd goed in geweest. En wat gebeurt er nu? Als ik straks, wat gebeurt er, lopen wij spreken ook met tanden. Want je gaat toch de kant van Amerika uit. Het is daar gewoon, wie geld heeft, die kan een paar behoorlijke tanden betalen en zorg inkopen. Die kunnen heel lang thuis blijven. Alles wordt aangerukt. En ik denk dat het hier dezelfde kant op gaat, net als met de particuliere ziekenhuizen.